Dag dames en heren. Ieder weekend nemen we de opvallendste gebeurtenissen uit de afgelopen week even met u door. En vandaag doen we dat vanuit Delft, waar studenten nog steeds spelen met hun eten. Verder in deze uitzending, 75 jaar geleden vallen de Duitsers Nederland aan. De politie staat voor hete vuren in Leiden. Als ik jou tegenkom vannacht, grijp je! En gaan we vroeg uit de veren en uit de sokken. Welkom bij het TV West weekoverzicht. 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. Bij vliegveld Ypenburg wordt een zware slag geleverd. Deze slag om Ypenburg werd vorig weekend herdacht en nagespeeld. Er wordt met grof geschut geschoten, dus de oordopjes gaan in. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 valt Duitsland het neutrale Nederland aan. Duitse troepen trekken over de grens en de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe, voert een verrassingsaanval uit op Ypenburg, wat dan nog een vliegveld is. Het Duitse aanvalsplan, wat althans wat zij wilden, dat was dat ze na de verovering van Ypenburg zeg maar via de Hoornbrug konden doorstoten naar het centrum van Den Haag, om daar dan de koningin, de regering en de legerleiding gevangen te nemen. Ze hoopten zo dat binnen de kortste keren dan Nederland tot capitulatie zou overgaan. Ypenburg wordt zwaar gebombardeerd. Vliegtuigen die nog weg kunnen komen gaan een heftige luchtstrijd aan. En je kan het je haast niet meer voorstellen, maar dat wat nu de A13 is, dat was toen ook al de snelweg van Den Haag naar Rotterdam vice versa. Die werd zelfs ook als landingsbaan werd die gebruikt. En ook de weg die lag dus binnen de kortste keren bezaaid met wrakken. Dit zijn allemaal losse vlodders. Die gaan in dit geweer. Een geweer uit 1895. Het geweer wat het Nederlandse leger gebruikte in de tijd van de inval van de Duitse troepen. Oud geweer. Deed het nog wel, want het is toch nog succesvol geweest hier op Ypenburg. Bijna 100 Nederlandse soldaten sneuvelen. Maar de Nederlandse troepen weten de Duitsers hier op het vliegveld te verslaan. Ik wist ook niet dat ze zo lang stand hadden gehouden hier tegen de Duitsers. En eindelijk in eerste instantie de Duitsers ook verslagen hadden hier lokaal. Dat het echt een hele belangrijke plek was. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Nee. Kun je je voorstellen dat hier echt mee gewerkt is? Nee, niet echt. Hoe vind je het om te zien? Wel echt gaaf. Ja. Zou je hem wel eens willen besturen? Ja, ik zou het wel eens willen doen, ja. Waar zou je dan heen rijden? Overal waar ik heen wil. Maar geen oorlog, hè? Nee. Niet met je eten spelen. Nou, dat zult u vroeger vast wel eens aan tafel van uw ouders gehoord hebben. De studenten van de TU hier in Delft, die zijn een beetje hardleers. Die doen het nog steeds. Met een kilo spaghetti en een lijmpistool zijn studenten van verschillende studierichtingen aan het verreubelen. Maar waar moet het eindproduct eigenlijk aan voldoen? Dat houdt in dat je naar je eigen gewicht zoveel mogelijk moet kunnen houden. Dus wat je brug kan houden, gedeeld door wat je brug zelf weegt. Wie de beste ratio heeft, die heeft de beste brug. Ben je nou ter plekke nog aan het construeren? Yes. Ja, we zijn nog een beetje aan het ontwerpen tijdens het bouwen. Volgens mij maken jullie er ook een redelijk zootje van als ik het zo zie. Nou nee hoor. Voor u een chaos, voor ons een hele wetenschap. Ja. Tot zover het team van de Kunstacademie. Op naar de echte constructeurs, de mensen van civiele techniek. We hebben wel echt hierover nagedacht. Al meerdere avonden getekend en gedaan. Want we hebben een doel, we moeten hier wat ouderejaars gaan verslaan. Wij zijn eerstejaars. Dus ja, dat moeten we wel waarmaken. Dus dat wordt nog een uitdaging. Als coach loopt de constructeur uit het bedrijfsleven rond. Nou ja, het is natuurlijk geen bouwstof die wij in de professionele wereld gebruiken. Maar het is jammer dat de lijm niet goed is, want je zou het kunnen eten daarna. Je mag toch helemaal niet spelen met eten? Dit is niet eten, dit zijn brugonderdelen. Ja, ik heb ook al aangegeven dat ik een hele andere kijk op spaghetti krijg na deze dag, denk ik zomaar. Nou, van mijn moeder mag ik niet knoeien, maar nu mag het wel. Criminelen beschikken steeds vaker over vuurwapens. Het illegale circuit loopt er volgens de politie in Den Haag van over. Er worden zelfs meer vuurwapens dan messen in beslag genomen. Gelukkig zijn er niet meer schietpartijen in onze regio. Politiechef Paul van Muscher die maakt zich zorgen over de toename van het aantal vuurwapens. Kennelijk is het heel makkelijk om aan zo'n vuurwapen te komen. En hij weet ook wel hoe dat komt. Nou ja, je kan hem zelfs met bitcoins op het internet kopen. Daar zijn voorbeelden van.
in het illegale circuit loopt het ervan over. Tal van oorlogsgebieden waar vuurwapens gebruikt worden, zien wij naar ons land toekomen of naar West-Europa. Van Muscher wil dat er hardere straffen worden uitgedeeld. Daar hebben we nu een discussie over met het Openbaar Ministerie, ook landelijk. Dat is een trend. Wat voor discussie is dat? Nou, of ook het simpele bezit, hè, of het gebruiken van zwaarder zouden moeten straffen. Je wil vuurwapens uit die samenleving hebben, het illegale bezitten van en al helemaal het gebruik. Overigens wil de toename van het aantal vuurwapens niet zeggen dat er ook vaker wordt geschoten. Dat zien wij gelukkig nog niet, maar zover moet het ook niet komen. Laat ik daar ook maar helder in zijn. Ondanks het gevoel van onveiligheid dat veel mensen hebben, daalt de criminaliteit in onze regio al jaren. Maar met meer tips kan dat nog beter. We moeten veel sneller de politie bellen. Dus als u iets verdachts ziet, mag u dat gelijk melden. Wanneer een boef op heterdaad wordt betrapt, is dat in 3/4 van de gevallen dankzij de tip van een omstander. Logisch dus dat de politie meer van die tips wil. 1 op de 9 burgers neemt de moeite om te melden, ik zie wat verdachts. En dat leidt tot een heterdaad situatie. Ik zou dat graag verdubbelen of verdrievoudigen zelfs, als dat kan. Volgens de politie is het niet zo dat agenten niks met meldingen doen. Het wordt nauwkeurig bijgehouden. We noemen dat de early warning. Elke week, elke maandag krijgen we de meest recente cijfers. Zodat we direct kunnen inspelen op de actualiteit. En als de cijfers binnen zijn, gaan analisten meteen aan de slag met kaarten. En daarin plotten wij de plekken, hotspots, waar de meeste misdrijven plaatsvinden. Dus we zien exact waar de meeste woninginbraken, straatroven of overvallen plaatsvinden. En juist daarom hoopt de politie op meer tips. Dan kan de agent op straat nog gerichter op pad. Ja, de politie kan dus niet zonder onze hulp. En ook niet zonder de inzet van de meer dan 3000 politievrijwilligers. Maar die hulptroepen moeten natuurlijk wel goed getraind worden. Afgelopen week in Leiden konden deze vrijwilligers hun borst nat maken. Loopt er maar mee, meneer. Loopt mee. Ja. Kom maar op, is dat nou boven? Als ik jou tegenkom vannacht, grijp je! Omstanders keken verbaasd op, maar waren al snel gerustgesteld. De 7 situaties in de stad waren namelijk in scène gezet als oefening voor de vrijwillige politie. Pak hem even vast. Wij zorgen dat hun een training krijgen in echte situaties op straat, zodat het veel realistischer is om te gaan oefenen. En hun beter beslaagde eisen te komen in het echte werk. Omdat wij natuurlijk niet zoveel praktijkervaring op kunnen doen als de beroepscollega's. En die verwachten ook wel van ons dat wij op dezelfde wijze en op de goede manier mee kunnen draaien. De situaties zijn levensecht en worden achteraf uitgebreid nabesproken om te kijken hoe de vrijwilligers het er vanaf hebben gebracht. De volgende keer dat wij in zo'n situatie komen, dan gaan we weer leren, maken we waarschijnlijk ook weer fouten, maar ja, van je fouten leer je dus. Zo'n heftige avond als deze zullen de vrijwilligers in elk geval niet snel meer meemaken. Kleine stukjes groen tussen de bebouwing. Dat is waar de inwoners van de Randstad het meestal mee moeten doen. Geen wonder dus dat een aantal reiswijkers niet zitten wachten op een tramremise. Zo'n beetje in hun achtertuin. Dit is de groenstrook. Links van mij het vervoerscentrum. Rechts van mij de achtertuinen van de Ruit. Tegen de talud aan zou een tramremise moeten komen op dit terrein. Wat nog opgehoogd moet worden. Onacceptabel voor de bewoners. Henk Demkes woont al jaren met zijn gezin in de rustige woonwijk Vrije Ban. Toen hij het huis kocht, wist hij van lijn 1, vlak achter zijn huis. En daar heeft hij ook geen problemen mee. Maar een tramstalling in zijn achtertuin? Nee, dat wordt geen wonen meer in een groene omgeving. Ja, mijn groene tuintje misschien nog, maar mijn groene omgeving is weg. HTM heeft het plan om een tramremise te bouwen aan de Zuiderweg in Rijswijk. De stalling is onder andere nodig om de 40 nieuwe stadstrams die binnenkort worden geleverd te stallen. Maar voor de bouwplannen moet het weiland wijken. Ongeveer een 20 meter, nou daar staat 25 meter hierachter, komt een geluidswal. Dus ja, dat uitzicht wordt, is weg. Ja, is weg. HTM heeft het bedrijfspand al gekocht, maar het weiland dat is in handen van de gemeente. Laat ik vooropstellen dat de grond van de gemeente Rijswijk is. Nog steeds van de gemeente Rijswijk is en wij gaan nadrukkelijk over deze grond. Toch is er nog niets definitief. De bewoners hebben nog volop inspraak. We zitten nog ver van het moment af van een bestemmingsplan. We zitten echt in de fase van haalbaarheid. Waar middels diverse bewonersavonden we de bewoners betrekken samen met de HTM bij de planuitwerking. Sommige mensen zijn gek op water, terwijl anderen weer echte landrotten zijn.
Maakt niet uit, want wij kunnen kiezen. Maar wat nou als je een otter bent bij Sea Life in Scheveningen? Kom maar. Ja? Kom maar, lieverd. Kom maar hier. Dit is ze dan, de bange scheiterd. Terwijl haar soortgenoten bekend staan als echte waterratten, is Skittle een otter met een heus waterfobie. Ja, we hebben inderdaad een vrouwtje met watervrees. Hoe kan dat nou? Ja, dat is natuurlijk een beetje een raar verhaal. Normaal, je ziet het wel eens vaker, een enkele keer. En dat is dan vaak omdat een otter niet met die moeder is opgegroeid. Dus de moeder heeft het jongen niet leren zwemmen. Hé, hey, vrouwtje. Skittle moet dus niets hebben van water. En daar is ook een reden voor. De otter heeft namelijk een posttraumatische stressstoornis. Ze heeft daar wel een overstroming meegemaakt. En dan bedoel ik een echte overstroming aan de hele verblijf. Is gewoon weggevaagd. En ze heeft daarom toen 9 maanden in een opvang gezeten. En daar had ze ook geen water. Door de omstandigheden. En sindsdien wil ze dus hier niet meer zwemmen. Therapie om Skittle van haar watervrees af te helpen gaat Sea Life een beetje te ver. Maar ze hebben wel een andere oplossing gevonden om de vrouwtjesotter te helpen. We hebben verschillende dingen al geprobeerd. We zijn momenteel bezig met training met een vlot. Zodat ze, als wij in het water staan, op het vlot komt. En dan maken we dat vlot uiteindelijk steeds smaller. En we gaan het schuin zetten in het water, zodat ze dan misschien wel in het water durft. En dus kan Skittle voortaan met een vlotje op het water zich toch nog een beetje een echte otter voelen. Een emotionele reunie van Engelandvaarders in Scheveningen. Op 14 mei 1940 kaapten 3 TU-studenten hier uit Delft in Scheveningen de reddingsboot De Zeemanshoop. En varen met 42 Joodse vluchtelingen richting Engeland om zo aan de nazi's te ontkomen. 1 Joodse vluchteling leeft nog en ontmoet nu 75 jaar na dato de kapitein van toen. Precies 75 jaar geleden loopt Karel Damen hier in de haven en kaapt dit schip, de Zeemanshoop. Als enige van de studentengroep leeft hij nog. En voor het eerst na de memorabele oversteek gaat hij weer aan boord. Hoe is dat voor u om nu weer op het schip te staan? Leuk. Eigenlijk heel gewoon. In de chaos van de oorlog lukt het Karel om de Zeemanshoop onopgemerkt de haven van Scheveningen uit te varen. Aan boord van de piepkleine boot 42 Joodse vluchtelingen. Op de Noordzee worden ze uiteindelijk opgepikt door de Britse marine. De laatste overlevende van de Joodse passagiers is er vandaag ook bij, Loet Velmans. Het weerzien met de Zeemanshoop is ook voor hem een bijzondere ervaring. Toen ik hier vanochtend binnenkwam, dacht ik, hoe lang ik binnenliep, dacht ik, mijn god, was dat alles? Waren we dat daar met ons 46 op? Dat kunt u zich nu niet meer voorstellen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. De kinderen en kleinkinderen van Loet zijn speciaal uit Amerika overgekomen om de Zeemanshoop te bekijken. How was it for you to see him entering the ship? Like I said, it's a tremendous opportunity to get to see him 75 years after the remarkable escape. It's really something special. Ik realiseer me wel, als dit schip er niet was geweest, dan waren zij er allemaal misschien ook niet geweest. Hoe bijzonder is dat, als u dat beseft? Heel bijzonder, ja. Ja. 75 jaar na de ontsnapping uit Scheveningen is Karel zijn stuurmanskunsten nog niet verleerd. Ooit nog gedacht dat u achter de roer zou staan? Nee, nooit verwacht, nee. Dat is een hele grote verrassing voor mij. Hele grote verrassing. De voormalig Delftse student die 42 Joodse levens redde, relativeert zijn heldendaad. Ik dank nu nog wel eens als ik dat allemaal zie. Namen wij die mensen naar Engeland of namen zij ons naar Engeland? Oké, mannen, we gaan een aantal foto's maken. Het was de eerste reunie en vermoedelijk ook de laatste. Je moet er wat voor over hebben om mee te doen aan de eeuwenlange traditie van het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. In Reewijk gingen 250 mensen voor het krieken van de dag uit de veren om te gaan stappen door het Groene Hart. Heel mooi, zo 's morgens. Maar je moet wel een beetje gek zijn om zo vroeg op te staan. Nee hoor, het is hartstikke mooi, hartstikke vroeg hier. En hier bij de plas is het echt fantastisch om hier zo vroeg te zijn. En daar gaan ze, de eerste lopers.
De charme van het douwtrappen, nou, je maakt het een beetje mee. Het is vanochtend om 4:30 stond ik hier, nog donker. En dan zie je zo langzaam die zon opkomen. Je hoort verder alleen de kikkers kwaken, de vogeltjes die langzaam beginnen te wakker te worden en te gaan zingen. Ja, dat is de charme van het douwtrappen. Al eeuwenlang is het douwtrappen op hemelvaart een gewoonte. Het liefst zingend en blootsvoets dansend op het gras. Daar zou de term douwtrappen vandaan komen. Waar zijn we nou? We staan hier op de dijk van de Enkele Wierike. En die zie je hierachter. Verderop, over 2 kilometer verder, daar heb je de Dubbele Wierike. En dat gebied tussen die Enkele en Dubbele Wierike kon men vroeger onder water zetten als verdedigingsmiddel tegen de vijand. Halverwege even bijkomen met koffie. Het is nu nog vroeg en er is dauw en ja, het is gewoon leuk. Ja, die natuur, die zonopgang, al die vogelgeluiden, ik vind het prachtig. Nog een hekje en dan nog 4 kilometer te gaan. De een verzamelt voetbalplaatjes, de andere Swarovski-kristal. Maar Pet van der Luitgaarde, die pakt het iets grootser aan. Die verzamelt verzamelingen en caravans, zo te zien. Wauw, hé. Dat ziet er goed uit. Al die oude bolletjes. Eetje, ze zijn er echt in alle soorten en maten. Goedemorgen. Wat is dit allemaal? Dit is Tour de Artistiek. Het is een verzameling caravans met daarin weer verzamelingen. Nou, het is één groot museum eigenlijk, rijdend museum. Het grootste rijdend museum ter wereld. Hé, hey, bandjesmuseum. Nostalgie. Oh ja hoor. Ongelooflijk zeg. De Ansichtcaravaan. Groet uit Giethoorn. Dat is mijn favoriet. De knuffelcaravaan. Ja, we zitten hier in de knuffelcaravan. Het staat aan duizenden knuffels. En het is, ja, het is, vind ik zelf ook weer een van de leukste verzamelingen. Ah, ik ben een knuffelgevecht, Pet. Heerlijk. Alle agressie eruit. Ik verzamel verzamelingen van Marktplaats. En ook andere websites. Eigenlijk is het begonnen met de pettenverzameling van mijn moeder. Nadat die overleden was, ben ik petten gaan verzamelen als eerbetoon voor haar. En later is het uitgegroeid tot heel veel verzamelingen. Dit is de Barbie caravan. Die zit vol met Barbie kleertjes. Echt honderden Barbie kleertjes. Allemaal door mensen zelf gemaakt. Jeetje. Nou, je raadt het al, hè, Van Gogh. Dit is zo leuk. Alsof je elke keer even in een andere wereld stapt. Oeh, dit is de spiegelcaravan. Al die caravans, die zijn van jou. Ja, klopt. Hoe komen ze hier? Nou, we zijn allemaal vanuit Utrecht naar Lisse gereden met 25 mensen. Die we allemaal via internet gevraagd of ze mee wilden doen. Oh jee, dit zijn de echte verzamelaars. Wij zijn al spelletjes aan het uitsorteren, zodat mensen die daar op bezoek komen ook of voor de foto of voor het echt een spelletje kunnen doen hier in de caravan. Hoeveel spelletjes liggen hier in deze caravan? Ruggeschat ergens tussen de 1000 en de 1500. Wat wil je ermee zeggen? Nou, we willen eigenlijk laten zien dat we in een wereld van overconsumptie leven. Dat we zoveel spullen hebben en dat je daar met al die spullen weer nieuwe dingen kunt maken. Nou, Pet, ik weet niet hoe ik het in Japans moet zeggen. Maar dit is natuurlijk veel leuker dan de Keukenhof. En het is maar 2 stappen verderop. Ja, klopt. Dus ik zou zeggen, mensen, kom allemaal lekker langs. En nu in het Japans. Anjoshokaitakasa. De weersverwachting van de eerste zomerse dag van het jaar, afgelopen maandag, zorgde bij een boel mensen voor een grote opwinding. Zou het dan toch echt gebeuren? En inderdaad, het werd zomers en het bleef de hele week eigenlijk lekker doorzomeren. Onze weerfotografen konden hun geluk dan ook niet op en dat is te zien aan de weerfoto's van deze week. Why? 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 Why?
En de mooiste weerfoto van deze week is van Tom Wesselius. Hij wint zijn foto afgedrukt op canvas. Wilt u ook een keer winnen? Blijf dan uw weerfoto's opsturen naar weer@omroepwest.nl. Dit was het voor deze week. Volgende week zaterdag is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van het TVWest Weekoverzicht. Voor het actuele nieuws kunt u terecht op onze apps, omroepwest.nl, via Facebook en Twitter. En natuurlijk bij de collega's van 89.3 Radio West. Voor nu nog een heel fijn weekend.